De laatste jaren is de aandacht voor het opleiden van keepers toegenomen. Daar heeft de keeperstrainer van de Graafschap, Edwin Susebeek, die ook werkte voor PSV en NEC, zeker aan bijgedragen. In het dubje, handen voor een lichaam, dat wil ik zien. Prima, Stevel, prima. Met de door hem ontwikkelde methode heeft zijn Gelderse keeperschool al ruim 1500 keepers naar een hoger niveau gebracht. Zeker 40 keepers hebben uiteindelijk de stap gemaakt naar een profclub. Ja, lekker hoor, slaat achter je aan. De Gelderse keeperschool is er voor alle keepers. Van beginneling tot een ervaren doelman die wil blijven werken aan zijn techniek. Iedere keeper wordt op zijn of haar niveau beter. De Gelderse keeperschool hanteert de stelling: de besten met de besten laten trainen, maken de beste. Zo trainen, dit zijn de groepjes zeg, kom maar. Op zondagmorgen staan de trainingen van de basisgevorderden en gevorderde plus op de agenda. Er zijn 12 sessies in het voorjaar en 12 in het najaar. Er wordt gewerkt volgens een vast patroon, zoals keepers bij een profclub worden opgeleid. Iedere deelnemer krijgt een volledig kledingpakket, inclusief keepershandschoenen, en wordt ingedeeld op zijn of haar niveau. De dag op de keeperschool begint in alle vroegte, met de opbouw van het terrein. Ruim 30 medewerkers zijn in touw. Een veld wordt ingericht voor de loop- en coördinatietraining. Op het hoofdveld worden maar liefst 11 goals geplaatst, met daarbij alle materialen die nodig zijn om het trainingsschema goed te kunnen afwerken. De keeperschool van Edwin Susebeek investeert ieder jaar in de nieuwste materialen en is trendsetter. Vlak voordat de keepers arriveren, nemen de trainers de trainingen door. Tevens wordt de lijst met deelnemers besproken en indien nodig opnieuw ingedeeld. Ondertussen wordt in het hoofdgebouw het podium inclusief beeld en geluid in gereedheid gebracht. Edwin Susebeek spreekt wekelijks de keepers persoonlijk toe, neemt de training door, laat ze beelden zien en oefent de keepers in het spreken in het openbaar. Deze persoonlijkheidstraining is belangrijk. Als een keeper het lastig vindt zichzelf te laten horen, kan hij nooit een verdediging coachen. Heel goed, de nul. Daar hou ik van. Heel goed. In de goed uitgeruste kleedkamers wordt aansluitend omgekleed en bereiden de cursisten zich voor op een uitdagende training. Keepers die niet helemaal fit zijn, bezoeken de medische ruimte, waar een sportfysiotherapeut zorgt voor de medische begeleiding. Ik zie jou morgen weer. Goed en snel kunnen bewegen is een noodzaak voor iedere keeper. Daarom wordt altijd gestart met loop- en coördinatietraining. De fysiektrainers zien iedere week vooruitgang bij de cursisten, zowel conditioneel als in de souplesse van het bewegingsapparaat. Als iedere keeper de warming-up heeft gedaan, gaat de training verder op het hoofdveld, waar de door Edwin Susebeek opgeleide trainers al staan te wachten. 30 seconden plank. Iedere training wordt in onderdelen opgebouwd. Altijd geredeneerd vanuit de 5 bouwstenen. Techniek zonder bal, techniek met bal, atletische persoonlijkheidskenmerken, coachen, organiseren, leiding geven en positie en opstelling in het doel. Voor iedere groep is er een schema dat past bij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Een 7-jarige zit nu eenmaal anders in elkaar dan een keeper van 16. Trainers die deze ontwikkelingsfasen niet herkennen, nemen soms onverantwoordelijke risico's bij keeperstrainingen. Het gaat niet altijd om het klemvast hebben van een bal. Er wordt ook gelet op inzet en enthousiasme. Zonder plezier, geen resultaat. Er is persoonlijke aandacht, doordat in kleine groepen wordt gewerkt. Het gaat erom wat de keeper kan, niet wat hij of zij niet kan. Regelmatig roept Edwin alle keepers bij zich om tips te geven. Uiteraard zijn er ook altijd een aantal die een spel verloren hebben en die worden extra aan het werk gezet tot grote hilariteit van de rest. Iedere keeper krijgt van minimaal 1 training videobeelden ter beschikking, waarbij Edwin duidelijk de positieve zaken benoemt, maar zeker ook de verbeterpunten. Hoeft niet terug hoor, je kan rechtstreeks naartoe lopen. Een training duurt 90 minuten, maar eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat de keepers en trainers vaak zo enthousiast zijn dat men er regelmatig meer tijd voor uittrekt. Gelukkig is er voor de ouders, verzorgers, opa's en oma's een kraam met eten en drinken. Die wil ik zien, ja! Aan het einde van een training wordt gezamenlijk afgesloten en bespreken de trainers het huiswerk. Na de eerste sessie, waarin de kinderen van de gevorderden en gevorderden plus zichzelf weer een stuk hebben ontwikkeld, komt de basisgroep aan de beurt. Het goed georganiseerde schema wordt dan nogmaals afgewerkt, maar dan op het niveau van de jonge en beginnende keeper. Keeper is een vak en een ieder kan daarin groeien. Of je nu van de D6 naar de D3 gaat of van de C1 van een amateurclub naar de C van de Graafschap. Iedereen is na de cursus een betere keeper. Daar hebben de plezierige en enthousiaste trainingen van de Gelderse keeperschool zeker aan bijgedragen.
Plezier, passie en beleving zijn gegarandeerd. Niet alleen bij de cursisten, maar ook bij de trainers.